landgenoot. Tot u spreekt. Ja, we hebben in Nederland sinds 1973 de opkomst en de ondergang kunnen zien van de Nederlandse windturbine-industrie. Er is er eigenlijk geen één meer over op het ogenblik. En we gaan nu naar zee. En dat is een unieke kans. Een unieke kans voor zowel de kennisinstituten als ook de industrie, met name de offshore-industrie, om te laten zien wat we als Nederland kunnen. En we zijn natuurlijk hartstikke trots, want er is bijna tot nu toe van de weinige parken die al op zee staan, geen enkel park waar de Nederlandse partijen niet bij betrokken zijn. Dus we doen het goed. We kunnen het. En gelukkig is het zo dat de politiek heeft besloten dat we het ook gaan doen. Want er was een dubbeltje op zijn kant geweest. En we gaan nu naar zee. En dat is een hele nieuwe kans die we krijgen. Een kans die we niet moeten missen. Want de zee voor Nederland is zeker de toepassing als het gaat om windenergie voor de toekomst. Er staat nu in Nederland zo'n 1100 megawatt te draaien aan windturbines. En er zullen nog een heleboel bij komen. Zeker grotere, waardoor het productievolume groter wordt. Maar als we echt duurzaam willen gaan in Nederland, dan hebben we de Noordzee gewoon keihard nodig. En het probleem met de Noordzee is, je kan er naar kijken als een industriegebied. Maar het is ook een natuurgebied. En we moeten zorgen dat we een goede balans in zien te vinden. Dat wil zeggen dat we een heleboel windenergie op zee kwijt willen, maar dan wel op een verantwoorde manier. En dat dat niet ten koste gaat van wat ook, van zeehondjes, vissen, vogels. Dat moet allemaal keurig gebeuren. En naar mijn idee, dat kan ook. Alleen, daar moeten we in leren. En dat zullen we stap bij stap moeten doen. We zetten nu, met de komende maanden, de komende jaren, de eerste stappen op dat pad. Maar we moeten er zeker mee doorgaan, want we kunnen eenvoudigweg niet zonder windenergie. En in Nederland betekent het, we kunnen eenvoudigweg niet zonder windenergie op zee. En dat biedt unieke kansen voor de Nederlandse industrie, want we zijn er nog lang niet. Er zullen nog windmolens moeten worden ontwikkeld, echt speciaal voor offshore. Windturbines, wat stoere zeebonken zijn, die kunnen weer en wind hun werk moeten kunnen doen. We moeten hele slimme en goedkope bouwtechnieken ontwikkelen, want ook dat is nog allemaal. We zitten nu op zee allemaal windturbines die eigenlijk gebouwd zijn voor het land. Als we even iets hebben, een verkoudheidje, huppatee, kunnen we er nu naartoe met de fiets. Maar we moeten op zee windmolens hebben die lange tijd, zeg maar één jaar minstens, gewoon goed hun werk kunnen doen. En dan komen we in het voorjaar nog eens kijken, gaat het goed, verfje geven, hier en daar wat onderhoud plegen. Maar dan moet het ook gebeurd zijn. Dus bouwen, goede molens kunnen bouwen, op een manier dat ze ook heel lang hun werk kunnen doen. En ja, daar zijn we nog heel ver vandaan. Er moeten speciale schepen, speciale kranen worden ontwikkeld om dat op een hele goede manier te doen. Want we hebben ooit afgesproken, we gaan 6000 megawatt, wat zijn dus, nou pak een beet, 2000-3000 windmolens bouwen op zee. Maar als je kijkt op Europees gebied, er kunnen wel 20000 windmolens gebouwd worden op de Noordzee. En er zijn een heleboel mensen die denken, oh, daar moet ik niet aan denken, maar je moet je realiseren dat als we alleen maar zo'n 40 bij 40 kilometer een vierkantje maken in de Noordzee, dan hebben we in principe al voldoende plaats en voldoende ruimte om bijna ons hele elektriciteitsgebruik van Nederland op te wekken. Nou, zover willen we nog niet eens gaan, maar het geeft alleen maar aan, er is ruimte genoeg, ook om het goed te doen in combinatie met natuur en milieu. Dus nogmaals, wind op zee, moed, en we gaan ervoor en gelukkig hebben we de eerste stappen gezet.